een woonkamer opnieuw in te richten. Ik vond het best wel heftig of zo. Ik heb mijn trouwjurk gevonden. Hij is zo cute. Ik vind het wel echt gezellig gestaan. Ik vond het super leuk. Om dit plantje goud te spuiten. Ik heb het tijd. Een hele goede morgen. Ik ben nu. Moet je me niet zo aankijken? Ik wil je verder. Ja, dat zeggen we niet. Hele goedemiddag, wij zijn net wakker en wij gaan nu even, wat gaan we nu even doen? Een nieuw spel halen voor alle mensen. Voor vanavond, hè, want vanavond gaan we allemaal spelletjes spelen. Ik zit nog wel in mijn pyjama, crappy look. Maar we gaan zo meteen even naar de stad. Crappy look. Meteen, ik moet nog wel even douchen en aankleden en dan gaan we voor een spelletje kijken. Hoe vond je burgersoep? Leuk. Ik vond het super leuk. Maar in ieder geval ga ik nu lekker douchen en dan ga ik mijn kleertjes aandoen. Ja, dat was het eigenlijk. Iedere keer wanneer ik vlog heb ik altijd alweer een nieuw pukkel. Waarom is dat toch zo? Hey Memphis. Hi. Hi. Heb je er nou nog eentje gepakt? Wat een varken ben jij. Lekker ijs. Lekker tijd. Ik heb mijn trouwjurk gevonden. Hij is zo... Oh nee, mijn man, kijk! Die wil ik! Nee, die wil ik! Ik wil die trouwjurk! Die wil ik! Zullen we alle twee aan de bed zetten? Nee, dat vind ik helemaal niet meer leuk. Niet alle twee dezelfde. 45.000 euro koop je. Nee, jullie moeten mijn jurk betalen, niet ik. Ja! Ja, jullie willen toch dat ik voor altijd gelukkig ben? Hij is echt heel mooi, kijk eens. Oh, zijn gezicht staat op onweer. Hey. Willen jullie niet met elkaar vechten? Ik vecht niet, Memphis. Hallo? Memphis met me zomaar. Jongens, Memphis? Doe eens lief. Jij hebt daar. Het is nu middag. Het is al. Hoe laat is het? 3 uur. Het is 3 uur en ik ben nu net klaar met mijn kleren aandoen. Nou, hoe lang heb ik erover gedaan? 10 uur. Dus hoe lang heb ik erover gedaan? Een uur. Oeh, dat is best wel lang hoor. Ja. Zeezout. Ja, of ik mijn lippenstift deze kleur zou doen, want ik vond het best wel heftig of zo. Nee, is... Vind je niet mooi, je kuifje? Nee, kijk, het kuifje ziet er zo raar uit. Memphis gaat nu naar bed, maar die gilt de hele boel bij elkaar. Dus ik vraag me af of hij wel gaat slapen, hoor. Ik denk het niet. Wat denk jij? Yay! Oh ja. Yay! Zo goed? Ja. Yay! Laat nog eens zien. Wacht, ik heb het in mijn zak weer teruggedaan. In mijn broek. Mama heeft de broek gewassen met een bonnetje erin. Oh. Stom, hè? Ja, echt stom. Ik ben weer thuis. Het weekend bij mijn moeder was echt helemaal super geweldig. Tof, ik heb zo genoten. Tikkeltje te veel gegeten. Echt, nou, een tikkeltje bedoel ik echt mega te veel gegeten. Dus ik moet nu echt weer gaan diëten. En dat was keuze over blank. Maar ik had jullie verteld dat ik een nieuwe tafel zou krijgen. En ik heb het dus gedaan. Dan moet je maar eens kijken. Oh ja, ik ben trouwens bezig met mijn woonkamer opnieuw in te richten. Om het weer wat gezelliger te maken. En leuk. En dus ik laat jullie even zien wat ik tot nu toe veranderd heb. Ik heb een paar dingen aangepast. En zal ik meteen even laten weten wat ik dan nog erbij wil hebben. En daar zit ik ook nog mee. Nou, dit is de ronde tafel geworden. Kijk, deze plant die je hier ziet, die had ik eerst daar staan. Maar ik vond het jammer dat hij zo voor het raam stond, want dan kreeg ik minder lichtinval. Dus ik heb hem nu daar gezet en ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik moet nog 2 witte stoelen binnenkrijgen, want ik heb verschillende stoelen gedaan. Maar zoals nu... Kijk, vind ik het wel echt super schattig zo. Alleen hierboven, daar, zat ik te denken om dat daar op te hangen. Daar komt het vosje en daar komt de familiequote. En dan moet ze nog wat hoger opgehangen worden. Ik heb ze nu gewoon even neergezet om te kijken hoe het staat. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg cute. En zoals ik al net zei, voor die gouden fotolijstje, dit doen. Die wil ik dus in het fotolijstje doen. We hebben natuurlijk ook een vosje. Zeg maar hallo. Hallo. Dus ja, ik ben weer heel erg druk bezig met alles veranderen en doen.
En ik ben er eigenlijk echt super blij mee. Maar zoals het er nu, dit vind ik wel echt gezelliger staan. En ik had op Pinterest dat ik echt heel erg iets cools gezien. Was een muur met allemaal van die fotolijsten in dezelfde maat. Dus daar zat ik ook aan te denken om dat ergens hier te doen. Maar ik heb hier, heb ik de spiegels. Maar ja, die hert, die gaat naar de overkant boven de eettafel. En die spiegels weet ik dan nog niet zo goed wat ik daarmee wil. Maar eigenlijk wil ik daar dus die fotolijst. En echt hele vette foto's van mijn zoons maken. En van mij en Nick samen, weet je. En dan die daarin doen. Het zijn allemaal ideetjes waar die mij 's nachts wakker houden. Oh, sorry. Sorry, mama. Wat zeg je? Lamp. Wat zeg je? Ik de lamp. Waar gaat de lamp hangen? De lamp gaat daar hangen, hè? Daar. Een metallic spuitbus gevonden. Dus ik had het idee om dit plantje goud te spuiten. Hier deze. Het is een nep plantje, dus ik denk wel dat dat kan. Dus dat ga ik nu even buiten doen. Ja. Is het lekker? Ja. Wat heb jij op brood, hè? Ik weet niet meer hoe die heet, maar iets met veggie. Is het lekker? Nou, het plantje is nu geverfd en gedaan. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Maar ik had eigenlijk nog liever wat meer gouden kleur willen hebben. Het is nu een beetje, ja, meer... Ik weet niet wat voor kleur eigenlijk. Ik ga buiten voetballen. Zo is hij geworden. Alleen zit hij... Jij is goed, schatje. Ga je jas aan doen als je buiten gaat voetballen. En je veten strikken. Het zou ook handig zijn. Ik zie je nu hier dat hij niet zo goed gepakt heeft. En hij lijkt meer zilver. Mama, ik word warm als ik ga... Ik heb het, krijg het heet als ik ga voetballen, dus... En op school heb ik ook geen jas aan gedaan toen ik ging voetballen. Ja, maar ik heb liever dat je nu wel een jas aan doet. Als je de warm krijgt, kan je hem uitdoen, maar dan zet je hem erbij. Oké. Okay. Dus dan kan ik hem wel zonder jas. Nee, doe maar wel even. En je veten strikken, ja? Ja. Memphis, wat doe je? Ik doe dat niet. Wow. Hey, nu valt hij er zo in, hè? Ja. Het is fragiel, hè? Net als jij. Ben ik fragiel, ja? Ja, fragiel. Je moet schaatsen. Waar is het dan, mama? Ja. Echt mooi. Dat goud is ook wel mooi erbij, hè? Ja, dat doe ik. Met dat donkerblauw en dat hout weer. Ik vind het vandaag best wel een creatieve vibe. Nu kijken. Suiker, kokos, quinoa. Alleen mijn handschrift is niet zo mooi. De kokos is een beetje mislukt. Hallo. Wat ben je nou aan het doen? Zoveel lawaai maken. Hé, hey, maar Memphis, je stinkt naar poep. Memphis, je stinkt naar poep. Gaan we even schone billies doen? Nee. Kom. Schone billies. Ja, maar eerst even schone billies. Is je lesje? Ja, lesje. We gaan schone billies doen? Schone billies. Oh no. Oh no. Oké, ik ga nu lekker koken. Ik heb echt een heel lekker receptje gezien op, hoe heet het, op Albert Heijn app. Wacht even hoor. En die lijkt mij wel wat. En ik had echt zin in groenten, dus eigenlijk ik bij mijn moeder echt weer heel erg schandalig heb gegeten. Kijk, ik hoop dat je het ziet. Dat lijkt zo lekker met groene asperges, hè. Met een lichtje branden. Dat is apart. Maar ja, dat ga ik dus maken met aardappeltjes en een nep stuk vlees. Ik word zo verdrietig van de ui. Grapje.
Lesja, weet jij wie de tv op pauze had gedaan? Papa, volgens mij. Wilt hij dit zien dan? Wauw. Ik ga even een theetje doen. Jij gaat zo naar bed, hè? Slaapjes doen. Dus ik ga vanavond lekker op tijd naar bed. En dan ga ik morgen vroeg beginnen met editen. Ik doe altijd op dinsdag een filmpje online. Dus ik begin dinsdagochtend. En dan hoop ik dat die in de middag of ja, voordat die online moet af is. Dat gaat me wel lukken. De hele dag heb ik dan de tijd. Ik moet alleen even tussendoor memes van de crash afhalen. Dus morgen wordt echt een long edit day. Maar ik denk meer omdat het zo druk was en dat mijn lichaam nog moe is. En dan verplicht ik mezelf om erover na te denken. Van, je moet editen. En mijn lichaam denkt, shut up. Ga gewoon naar bed of zo. Dat kan ook. En mijn thee. Mijn water kookt. 1, 2, 2,5. 2, 3. Zie? Precies goed. Zo, lekker kopje thee en ik zeg chillen en lekker dadelijk slapen. Alice? Hij hoort me niet eens. Ja, hè? Wat zeg je? Ik zei, je hoort me niet eens. Zo, ik ga nu lekker naar bedje toe. Ik ben echt kapot. Lekker. Kijk, een bedje. Oh, heerlijk. Ja.